Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Success for You. En vandaag, en zo beginnen we eigenlijk altijd. Ja. En vandaag, nou ja, dat is het eigenlijk zo. Vandaag hebben we natuurlijk de shopblog van de shopvlog van afgelopen weekend. Toch? Ja. Ja, want ik neem aan dat jullie allemaal toch wel willen zien wat we echt uiteindelijk hebben gekocht. En er zit natuurlijk ook iets in deze tas, wat jullie uiteindelijk kunnen winnen. Maar, even voor de duidelijkheid, dat is niet vandaag. Nee. Dus niet onder deze video reageren van, ik wil dat winnen. Dat wil je sowieso al niet. En vergeet natuurlijk niet op andere video's te reageren als je een keer mee wilt doen aan de wedstrijd. Want we kijken echt of je ook op andere video's reageert. Ja. Want als je alleen op de winactievideo reageert, kun je alles invullen wat je wil, maar je gaat niet winnen. Ja. Nee. Dus... En het codewoord komt natuurlijk vandaag voorbij. En er vroeg weer iemand, waarvoor is dat codewoord? Het staat in de beschrijving. Dus gewoon de beschrijving lezen, staat heel veel informatie in. En ook heel veel linkjes naar andere social media. Dus, En altijd als we iets laten zien wat we nog graag even via een website willen laten zien, zetten we ook altijd de juiste website erin. Dus. Gaan we beginnen? Ja. Voordat we gaan beginnen, doe een... duimpje omhoog. Druk ook even op de abonneerknop. En, oh, wacht. Ze vinden ons liedje zo leuk. Het duimpjeslied. We kunnen er wel echt een ding van maken. Nou, komt ie. We doen een duimpje omhoog en wij wachten even. Waar is jouw deuntje? Nee. Oké, we doen het overnieuw. Eet één. Oké, en we hebben natuurlijk een shoplog van... de Hema en van Action. En van Action heb ik in die dame tas. En ik heb ook een tas. Want ik, ik vind dat het zonde om heel veel plastic zakjes van Action mee te nemen. En deze tas staat aardig vol. Dus we moesten nu wel. Hij scheurt ook al een beetje, zie ik. Dus hij zit gewoon aardig vol. Kijk, waar zit de bom? Zit die bij jou in? Nee, denk het. Want dan hebben we die erbij. We kunnen toch nog laten zien hoeveel... Ja. Oké. Gaan we beginnen? Ja. Ik heb altijd op het aanrecht deze schoonmaakdoekjes liggen. Ze zijn goedkoop, je gooit ze gewoon in de prullenbak. En soms dan wassen we ze ook nog wel eens hoor. Even kijken hoor. En die zijn maar 1,22 voor 10 stuks. Nou, heel goedkoop. Ideaal. En wat heb jij? Dan heb ik hier bakjes voor de slijm. En iedereen heeft het goed geraden onder de andere video. Natuurlijk gaan we slijm maken. En... En die maakt natuurlijk al heel lang slijm. Dat weten heel veel van jullie niet. Maar nou gaat ze mij eigenlijk een beetje een soort van... leren. En zij heeft ook een Instagram pagina. Samen met een vriendinnetje. En dat heet Slime E. Nee, Slime underscore. Ja, maar dat ga ik even zeggen. Het heet Slime E. En dat schrijf je als Slime underscore. Dat is een streepje onderaan. En dan twee keer een I. Maar ik zet het linkje hier even in de beschrijving. Is dat goed? Ja. En dan hebben ze ook altijd van die laadjes. Ja. En, dus we nemen hem ook mee voor onze slijmvideo natuurlijk. We kunnen heel veel slijmpjes zien. En ik heb hier lijm. Dit zag ik bij Creachick. En dit is een glue tape roller. En die kost... Dan mag je hem ook nog vinden. Ja, 98 cent. Dus. Kun je heel makkelijk in bullet journals of andere leuke fotomapjes. Makkelijk foto's en leuke afbeeldingen plakken. Ja. En dan heb ik hier een soort bord. Een klembord. Ja. Die is voor mij. Ja. En dan kun je hier zo knippen. En dan kun je hier ook een dingetje zo uithalen. En dan kun je hem ophangen. En die kost... Ik heb geen idee, want ik zie... Oh, hier. Klembord folieprint A4. 1,49. Dus. Dat is hem. Ja. En ik heb hier een kaas, want zoals jullie allemaal wel weten, degene die ons al een tijdje volgen weten dat ik gek ben op geurkaasjes. En even kijken, die vond ik nog niet zo goedkoop, maar dit is natuurlijk dan ook echt wel een merk van, hoe heet het ook, Airwick. En deze kost €2,95. Nou. En dit is in de geur, sinaasappel en, hoe heet het nou, kaneel, volgens mij. En wat ik leuk vind, is dat... Ik zal hem even openmaken. Daar kwam ik achter. Het is een beetje apart natuurlijk. Want het kaasje zit helemaal vacuüm verpakt. Ik heb geen idee waarom. Oh, hij staat ook op een houdertje. Hè? Wat is er nog gel bij in? Huh? Oh, het is niet alleen een kaasje. Het is ook nog een luchtding. Er zit gel op. Dan ga ik hem ook uitpakken ook. Hoppakee. Ik kan niks meer uitpakken. Oh, ik ben hartstikke verkoud.
Er zit dus onderin, zit nog daar, zit een soort roostertje met gel in. Oh, dat ruikt ook lekker. Dat is leuk. Dus als je hem niet aan hebt, dan ruikt hij alsnog. Oké. Okay. Nou, Cindy van Sins World, die ook van kaarsjes houdt. Leuk om te volgen trouwens, zoek er even op. Die, dit kaarsje is best wel leuk, want er zit ook nog een luchtverfrisser of een, gewoon een lekker luchtje in. Als je het kaarsje niet aan hebt. En dan heb jij, want die wil je heel graag, maar je mag maar... Eén uitkiezen. Ja. Ja. Er zijn 4 pakketjes en 1 pakketje is heel raar met allemaal verschillende soorten kleuren. Ja, ik vind het ook jammer dat gewoon niet even alle soorten kleuren in 1 doosje zit. Weet je wel, je kunt maar 1 richting op. Het was roze, dus... of turquoise, of groen, of rood. Ja, dus ik koop vast nog wel een keertje een andere, weet ik nog niet. Maar dit zijn twin markers en het is echt... 12 stuks, alcoholbasis en er zijn 3,99. Ze zijn ideaal. En dan heb ik hier 3... boekwerkjes lijken me wel. Dat zijn 3 doosjes. Hier, pak je ook even 1, want deze zijn wel meer, hè? Oh ja. Want dit zijn Make Your Own Journal boekjes. En dat zijn maar kleinere boekjes. En die zag ik bij Creatic op YouTube. En dan kun je dus kleine bullet journals maken. Van bijvoorbeeld een weekendje weg. Of een avondje uit. Of een kleine vakantie. Of een bruiloft. Of iets wat je echt leuk vindt, maar wat in een 1 boekje past. Dus niet een heel dik boekwerk als een normale bullet journal. En je hebt dus verschillende. Er zit ook een lint bij waar je hem vast kunt doen. Er zitten ringetjes bij die je doorheen kunt halen. Nou. Dat heb ik laten zien. Is het zo te zien? Ja. Dit zit er allemaal in. En dat hebben we dus in deze kleurtjes. En dat hebben we dus in die en in deze. Nou, laten we zien. Dit is niet een andere hoor. Oh ja, god. Dus, deze zijn heel leuk. En deze kost... 2,29 per stuk. Als je kijkt, zit er dan gelijk 3 kopen. Dan ben je natuurlijk wel gelijk 6,87 kwijt. Maar goed, we zijn met z'n tweeën, dus we willen graag wat meer uitproberen. En dan heeft Indy, nou pak alles er maar bij hoor. Ik heb hier niet allerlei. Je hebt ze allemaal? Nee, ik heb niet allerlei. Ja, alle 10. Alle 12. Hebben we 12 gekocht? Stiekem het. 2 extra. En die zijn, wat zijn die ook alweer, hoeveel cent per stuk? 22 cent per stuk. Oh wacht, hier zitten er wel 10. Ja. Ik dacht 12, ik telde 12. Nee, dus 2,20 euro. Heb je 10 lijmen, sticks. En daar maken wij het slijm mee. Dus heel handig en ze zijn ook heel goedkoop. Ja. En dan heb ik voor het slijm, heb ik hier natuurlijk... Letters op vloeistof. Met borax. Ja. Ik was even zoeken, maar er staat er zo ontzettend klein op. Ja. Maar dit is gewoon lens op vloeistof van Action en het werkt prima, toch? Ja. En daar heb ik 2 stuks van en die kosten... Ook niks. Even kijken. Het wordt steeds moeilijker om te zoeken. Waar staat dat dan? Daar. Oh. 2,49 per stuk. Ik dacht goedkoper. Het stond goedkoper op het dingetje ervoor. Maar dat is 4,98 euro. Ja. Maar iemand schreef onder de vorige video dat ze 4 euro per stuk bij haar kosten bij de Action. Dus dat klopt dan helemaal niet. Nou ja. Voor Jess project dingetje voor school... Had hij verf nodig. Dus... Die hebben ons witte verf zien pakken. Ja. Maar we hadden ook nog zwarte nodig. Want zijn boek, wat is het? Gaat over zebra. Gaat over een zebra, maar het is een soort boekendoos die ze dan, waar ze dingen in uitvertellen met het boek. Met spulletjes erbij dus... in wat over het boek gaat. En nou, acrylverf gebruiken wij sowieso heel veel. Ik heb normaal echt wel een dure merk voor schilderijen. Maar dit is wel altijd handig om in huis te hebben. Heb jij nog wat? Nee. Dat was de lijn? Ja. Nou, voordat we naar de Hema gaan, ik ben ook nog even gauw bij het kruidvat geweest. En daar had ik wel zo'n grote tas nodig, omdat de tas van Action scheurde. En daar heb ik eindelijk de shampoo gevonden van Masha, van Beauty Gloss en Vloggloss. Ook op YouTube, even de grootste, nou eigenlijk de grootste gewoon. Ja, eigenlijk het begin, denk ik wel. En dit is de Sweet Volume Shampoo en Conditioner voor fijn en futloos haar. En jij kunt het niet ruiken, maar het ruikt echt zo lekker. Ik kan het niet ruiken. Het is sweet, namelijk sweet volume. Ja, het ruikt echt zo goed. En wij gebruiken sowieso altijd al André Lon. Dus, en het was nu ook nog in de aanbieding. Want het was volgens mij, kijken. Ja, de tweede voor de helft van de prijs. Dus dan, de shampoo is €3,99 en die andere was dus voor €2. Nee. Gaan we naar de Hema? Ja. Ja, ze kan niet wachten hoor. Ze kan niet wachten. Want wat hebben we voor jullie uitgekozen? Met Givemus hebben we dit al een keer eerder gedaan. Ja.
Toen hebben we Indy ook laten rennen. En dan mocht ze ook wat uitkiezen. En wat ze dan voor zichzelf uitkoos, dat koos ze ook voor een van jullie uit. En dat kon dan iemand winnen. Dat is dus niet in deze video. Niet. Dit bewaren we nog even voor een andere winactie. Want natuurlijk komt eerst de Hello Kitty winactie eraan. Ja. En nou, we hebben hele leuke dingen uitgekozen. Ja. We hebben ook weer wat gewisseld. Want op een gegeven moment zag jullie ons een notitieboek pakken. Ja. Die hebben we toch weer teruggelegd. Want we vonden iets anders veel leuker. Ja. Maar we laten eens de kleine dingetjes zien. Okay. Jij die? Ja. Ik deze. Nou, we zagen echt vet leuke magneetjes. En deze waren gewoon in de aanbieding. Ja. 50 cent per stuk. Ja. Dus dit is een cactus. En ik heb een fototoestel. Echt super schattig. En die kun je gewoon... kaart een beetje in het licht, sorry. Dus die kun je gewoon op zo'n... Weet je wel, zo'n whiteboard. Ja. Nee, ik pak even één, ja? Ja. Kom maar. Nou, Indy vindt deze altijd heel erg handig. Ja. Dit is een pen met heel veel verschillende kleuren. En er was een pen met wat hardere kleuren. Maar er was ook één met een zachte kleurtje. En dat is deze. En ik dacht, die is toch het mooiste. Dus ik heb deze maar voor jullie uitgekozen. En zo heb je natuurlijk heel veel kleuren ook. En daarbij heb je ook nog deze pen gekocht. Ja. En dit zijn gewoon, wat zijn die? Gewoon fijn cijfers. Ja. En deze gebruik jij heel veel. Die gebruik ik echt heel veel. Ik heb, dit is nou de derde. Maar ze zijn echt ontzettend fijn. En ja. Ik gebruik ze altijd. En we zijn het vergeten bij de action bedenken van net. Want ik denk, waar zijn de sticky notes? Oh. Maar die heb ik hier al. En we hebben ook vandaag... oh, en de etuis. Ach, ik vergeet de helft. Mama. We gaan nog even verder bij de action. Waar zijn we gebleven? Want we hebben allebei zo'n etuietje gekocht. Ja. En die kostte 1,29 dacht ik. Toch? Laat ze maar zien. Nou, ik heb deze grijze en hij staat op in gouden letters awesome. En ik heb deze roze met gouden streepjes. Ik kan het niet vinden. Nou ja, deze zijn geloof ik best goedkoop. Ja, waren 1,29 dacht ik, maar ik kan ze niet vinden. Oh ja, daar. Nou ja, goed, als je het verkeerd leest, dan ziet het er heel raar uit. 1,29 per stuk, dus 2,58. Maar die zijn van onszelf. Ja. En ik heb natuurlijk ook nog sticky notes, laat me zien. Die vind ik ook leuk voor in boekjes en agenda's. Die ziet er zo uit. En die waren kosten... twee soorten. En ja, dat was heel de... weinig eigenlijk. Ja, en wij hebben de tropical versie gekocht. Tropical? Ja, ik vind het tropical. Ik zeg wel later. Engelse les hier. Ik zeg wel vaker dat we dingen. Maar goed. Dat valt wel mee. Gewoon muts. Nou, ik kan ze niet vinden, maar het kostte niet veel. Even kijken. Ik zie ze ook helemaal niet. 49 cent. Ja. En ik had nog tampons van OB. En die zijn daar ook niet zo duur. Die ga ik nou niet opzoeken. Maar die staan al in de wc. En dan gaan we verder bij de HEMA. Maar voordat we verder gaan, we hebben ook nog hele leuke dingen van AliExpress binnen. Vandaag hebben we ook hele leuke sticky notes. Die zijn echt wel mooi. Die zijn echt mooi. Ja, wolkjes en regenboogjes. Ja. Maar we gaan binnenkort een shoplog houden van AliExpress. We zijn al 2,5 maand aan envelopjes en pakketjes aan het sparen. We kunnen dan ook niet meer alles laten zien waar het nog te koop is. Want sommige dingen zijn al niet meer te krijgen. Maar laat even weten of je dat leuk vindt. Dus. En wat we al heel lang niet meer hebben gedaan is een... Toys Hotel. Een Toys Hotel met allemaal verschillend speelgoed. Lijkt je dat ook leuk? Laat dat even weten in de poll hierboven. En dan weten wij of jullie dat leuk vinden dat we weer een Toys Hotel gaan doen. Als je niet weet wat het is, een Toys Hotel, dat is een speelgoedhotel. Dan kijk even een van onze oude video's terug. Ga gewoon verder. Okay, want het laatste wat we hebben uitgekozen is... een heel mooi klembord. En deze vind ik zo gaaf. En die was nou ook voor 2 euro in de uitverkoop. En er staat op All I See Is Magic. Met regenboogolie te... een klembord. En de papieren die erin staan, daar staat gewoon de week op met de dagen van de week. Ja. Dus kun je elke week opschrijven wat je moet doen. En dan scheur je gewoon het papier eraf en dan kun je naar de volgende. Yes. En is die op, dan heb je nog een heel mooi klembord met stipjes en dus het mooie geoliede regenboog. Ik denk dat dit vooral handig is voor als je bijvoorbeeld naar de middelbare school gaat. Maar ook gewoon leuk voor volwassenen om neer te leggen waar je kinderen de hele week heen moeten. Ja. Wat welke afspraken heeft. Ik denk voor als je naar de middelbare school gaat, voor hoe laat je gaat opstaan. En dan ook. Ja. Een agenda voor. Oh ja, dat ook. Maar ja, dat is ook leuk. Dat vind ik ook. Nou, dat was het wel. Dat en laat even weten in de reacties wat jij leuk vond. En doe even mee aan de poll hierboven of je een Toys Hotel wilt. Ja. En de shoplog van AliExpress. Of jullie dat leuk vinden, laat me weten in de reacties. Ja.
En jullie een bullet journal willen, want die kunnen we ook. Ja, gaan we ook. Doen. Bullet journal heb je nou al gezien. Ja. Dat we dat hebben gekocht. En lijm natuurlijk voor de slijm. We hebben van alles gekocht. Ja. Dus. En het codewoord is... Lenzenvloeistof. Goed. Dankjewel voor het kijken allemaal. Doe een duimpje omhoog. Abonneer je even op ons kanaal. En druk op het belletje, zodat je geen enkele video hoeft te missen. En abonneer, abonneer, abonneer je hier op ons kanaal. Woe! Yeah! Doei allemaal, bedankt voor het kijken. Mwah!